Joël Peru, Spartaan sinds vandaag. Eerst bij PSV, natuurlijk jong PSV, voor wedstrijden gespeeld. Kan je uitleggen hoe de transfer tot stand is gekomen? Of op huurbasis ben je natuurlijk, maar... Ja, precies zo is het gegaan. Ik werd al eerder benaderd door Sparta of ik verhuurd kon worden. En een paar weken geleden gaf PSV mij de mededeling dat ik verhuurd mocht worden. Dus dan dacht ik, ik bel Sparta als eerst. Die hebben het eerder al gevraagd. En ja, stond ik al meteen wel positief in. Wat is jouw gevoel dan bij Sparta? Waarom dacht jij, ja, ik moet hier een jaar spelen? Nou, als je naar de groep kijkt, zijn veel goede voetballers ook. Het type spel waar ik mezelf wel in vind passen. Dus ja, en ze hadden al interesse getoond. Dus ja, dan zat het volgens mij wederzijds al wel goed. Ja, ik sprak Henk van Steen net. We willen hem eigenlijk aan het einde van de vorige seizoen nog hebben. We hebben wel contact gehad. Maar hij wilde eerst voor zijn kans gaan bij PSV. Heb je ook bewust aan de voorbereiding bij PSV afgewacht? Ja, en het was... Ja, eerlijk gezegd ook in het begin nog niet op de planning. Pas later kreeg ik dat te horen, dat ik verhuurd mocht worden. Dus ja, toen begonnen we meteen te schakelen. Ja, is het dan toeval dat PSV een nieuwe spits presenteert en dat jij daarna dan naar Sparta gaat? Of heeft dat niks met elkaar te maken? Nou, ik denk persoonlijk dat het niet veel met elkaar te maken heeft. Maar ja, het is wel toevallig dat op dezelfde dag gebeurt. Wat voor type speler ben jij? Je bent een aanvaller, je bent een spits. Kan je wat over jezelf vertellen? Ja, ik denk, je kan me wel omschrijven als echt de goaltjes dief die altijd wel scoort. En ja, sterk wel meevoetballend, veel in de bal gericht, maar ook met diepte. Mm-hmm. Je hebt veel wedstrijden in de keukenkampioen-divisie gespeeld. Hoe belangrijk is dat voor jouw ontwikkeling? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is geweest. Dan speel je toch in plaats van tegen leeftijdsgenoot, tegen volwassen mannen. En dan begin je al te wennen aan wat betaald voetbal betekent. Wat betekent dan betaald voetbal? Kan je dat uitleggen? Wat is het verschil tussen in de jeugdvoetballen en dan ineens bijvoorbeeld naar Telstar uit of naar MVV uit, dat soort ploegen? Nou, de trainers het altijd omschrijven. Dat zijn broodvoetballers. Dus dan merk je dat ze echt vol erin gaan. Dat ze niet accepteren dat ze weg worden getikt door jongere spelers. Dus dan als je beter bent in de wedstrijd, dan word je aangepakt. En is het toch heel anders dan tegen je leeftijdsgenoten, terwijl je aan het opleiden bent, zeg maar. Sparta staat boven PSV, dus wat dat betreft maak je een stapje omhoog. Ja, zeker. Ik hoop dat het zo blijft. Nou ja, Sparta is natuurlijk goed begonnen, dus het elftal staat ook. Het zou moeilijk voor jou zijn om je in het elftal te spelen, denk ik. Ja, ik wacht gewoon op mijn eigen kansen op het moment. En ik denk dat ik wel genoeg indruk zelf kan maken dat ik mezelf in het team speel. Heel veel oude bekenden ook bij PSV, Dante Grigo natuurlijk. Maar sowieso heel veel oud PSV'ers die bij Sparta lopen. Heeft dat nog in je beslissing meegewogen? Ja, ook wel ook. Zeker. Het is altijd fijn om in een groep te komen waar je al veel spelers kent. Maar ja, een paar andere spelers ken ik ook. En heb ik natuurlijk ook al vorig jaar tegengespeeld. Dus ik keek er wel naar uit. Ja, je hebt de eerste training gehad. Hoe is dat bevallen? Ja, beviel wel goed. Ging lekker ook, past meteen lekker in het team, dus daar ben ik zeer tevreden over. Ja, Sparta zeggen ze is een hele grote, is een vriendengroep, iedereen kan het goed met elkaar vinden. Wat dat betreft kom je dan ook wel in een warm bad misschien wel? Ja, absoluut. Hoe ik vanochtend al ben ontvangen, hoe het tot nu toe in de groep gaat, kan ik het wel echt beamen. Ja.